kijkt naar deze video van Viertakswinkel. In deze vlog ga ik je uitleggen hoe een viertakmotor precies werkt. Ik heb een ontzettend mooi model gevonden om een en ander te demonstreren. Het is namelijk dit opengewerkte motorblok. Hierin kunnen we eigenlijk alle details zien die je gewoonlijk niet kan zien. En aan de hand van dit motorblok kan ik jullie laten zien hoe het een en ander in elkaar zit. Ik ga jullie nu de basis uitleggen van de werking van de viertaktmotor. Wat we hier zien is het volgende. We hebben carburateur, spruitstuk, cilinderkop, de cilinder en de zuiger. Die zit hier. De motor werkt in 4 slagen. Daarom heet het ook een viertaktmotor. Om te beginnen draai ik het vliegwiel naar voren toe. En dan zien we dat de zuiger naar achteren beweegt en de inlaatklep open gaat. Dit noemen we de inlaatslag. Op dit moment wordt door de carburateur het mengsel van lucht en benzine aangezogen en via het inlaatkanaal wordt de ruimte in de cilinder gevuld. Als de zuiger onderin is, sluit de inlaatklep. We krijgen nu de compressieslag. De zuiger die drukt het mengsel van lucht en benzine samen. En eigenlijk op het moment dat de zuiger helemaal bovenin is, geeft de bougie een vonk. Daardoor komt het mengsel tot ontbranding. Gaan we dan verder, dan krijgen we de arbeidsslag. En dit is eigenlijk het moment waarop de verbrande gassen expanderen, waardoor de kracht wordt overgebracht op de krukas. Daarna volgt de uitlaatslag. Je kon het misschien niet goed zien, maar hier onderin zit de uitlaatklep. Zie je dat die open gaat? De zuiger komt nu omhoog en drukt de uitlaatgassen via de uitlaatklep naar buiten toe. En hiermee is eigenlijk het hele principe van de viertaktmotor al compleet. Dus we hebben de inlaatslag. Dat is deze. Dus de inlaatklep is open. Die sluit wanneer de zuiger onderin is. Compressieslag. Dus beide kleppen zijn dicht. Dan krijgen we de arbeidsslag. Dus de kracht van de ontbranding wordt nu overgebracht op de zuiger en de krukas. En tenslotte de uitlaatslag, waarbij de uitlaatgassen via de uitlaatklep de cilinder weer verlaten. Nou ja, nu gaat het super langzaam, maar als jij met jouw brommer rijdt, dan gebeurt dit principe ongeveer 4000 keer per minuut. Dus 8000 toeren. Het gaat dus met enorme snelheid. Oké. Dat was eigenlijk even de basis. Dan nu ga ik het hebben over de carburateur. De carburateur is het ding wat de motor voorziet van brandstof. In dit geval dus benzine. Om überhaupt benzine in de carburateur te krijgen, hebben we hier de aansluiting voor de benzineslang vanaf je brandstoftank. Via dit pijpje komt de benzine in de vlottekamer terecht. Om te voorkomen dat jouw brommer helemaal volstroomt met benzine, of dat eigenlijk je carburateur overstroomt, heb je een vlotter. Dit is de vlotter en die begint te drijven op het moment dat de vlottekamer zich vult. De vlottekamer is het bakje onderaan de carburateur. Dus op het moment dat deze begint te drijven, drukt hij eigenlijk een naaldje hier in de vlotterhouder, of eigenlijk de vlotternaaldhouder. En daarmee sluit hij de brandstoftoevoer af. Daalt het niveau tot een te laag punt, dan zal er weer benzine aangevoerd worden naar de vlotterkamer. Dat is even in het kort hoe de vlotter werkt. Aan deze kant kunnen we mooi zien hoe de choke werkt. Als ik het heveltje omhoog doe, wordt de luchtinlaat eigenlijk afgesloten en krijgt de brommer naar verhouding meer benzine. En dit helpt om bij een koude start op te pakken. Wat we hier ook nog kunnen zien is de gasschijf. Die zit daar verstopt. Ik heb hier een heel klein stukje gaskabel en dan kan ik even demonstreren hoe dat werkt. Als ik hier aan trek, komt de gasschijf omhoog. Met dat de gasschijf omhoog komt, komt ook de gasnaald omhoog. Dus hij krijgt tegelijkertijd meer benzine en meer lucht. Wat dus resulteert in
in totaal meer energie voor je motorblok, waardoor je dus optrekt met je brommer. Dat is eigenlijk in het kort hoe het werkt. Als we dan iets lager kijken, dan zien we hier de spoelen, de licht- en ontstekingsspoel van het motorblok en het vliegwiel. Ja, in dit geval is het vliegwiel niet compleet, omdat we het anders niet zichtbaar kunnen krijgen. Wat er gebeurt op het moment dat het vliegwiel om de spoelen heen draait, dan ontstaat er een inkomend en een afnemend magnetisch veld rondom de spoelen. En dat resulteert weer in het creëren van een stroom. Dus dat kan stroom zijn voor of je ontsteking of voor je verlichting. Op het vliegwiel zit een nokje en die gaat elke keer op het moment dat je vliegwiel bij F is, drukt dat nokje je contactpunten in. De contactpunten zijn hier verstopt. Je kan het niet helemaal zichtbaar krijgen. Dus dat nokje wat op het vliegwiel zit, hierachter, die drukt het contactpuntje open. En elke keer als het contactpuntje open gaat, wordt via de condensator en de bobine wordt er een stroom afgegeven naar je bougie. Dus elke keer als die bovenin staat. Wat hebben we dan nog meer? We zien hier, hier zien we de nokkenasketting lopen, of de distributieketting. En die verbindt eigenlijk de krukas met de nokkenas. En dat zorgt ervoor dat de kleppen elke keer op het juiste moment openen. Dus ga je een keer een cilinder vervangen of je hele motorblok uit elkaar halen, dan is het ontzettend belangrijk dat de timing van jouw nokkenasstandwiel klopt met je krukas. Anders kan het namelijk zijn dat op het moment dat jouw zuiger bovenin staat en je klep staat open, je zuiger je klep raakt, waardoor de hele boel beschadigt. En dat wil je natuurlijk niet hebben. We zien hier de timelaars. De timelaars die worden bediend door de nokkenas. Je ziet ze op en neer gaan. En die timelaars, dat is eigenlijk de verbinding van je nokkenas naar je klep. Op het moment dat je timelaar wordt ingedrukt door een nokje van de nokkenas, zie je hier dat de klep wordt ingedrukt. Nou, dan komen we aan bij de koppeling. De koppeling laat zich bedienen, in dit geval een handkoppeling, normaal gesproken via een kabel. Maar ik zal het even voordoen hoe dat dan gaat. Dit heveltje komt omhoog op het moment dat je koppelingshendel indrukt. Aan de andere zijde, in ieder geval aan de binnenkant, ziet dat er als volgt uit. Ik probeer het even goed in beeld te brengen. En je ziet hier eigenlijk het hele koppelingshuis naar binnen toe bewegen. Op het moment dat ik de koppeling bedien, krijgt de koppelingsplaat ruimte. Je ziet nu ook echt de koppelingsplaten bewegen, waardoor er dus ruimte ontstaat. En gewoonlijk zijn het deze veertjes, de koppelingsveren, die dus het hele pakket bij elkaar houden, waardoor de kracht via dit verenpakket en de koppelingsplaten wordt overgebracht op het primaire tandwiel van je versnellingsbak. Hier zie je het nog een keer heel duidelijk. De koppelingsplaat krijgt ruimte. Hou ik even alles tegelijk. Hou ik de hevel omhoog en hou ik de koppeling tegen, dan kan ik dus het primaire tandwiel draaien. En je ziet, als je heel goed kijkt, dan zie je hier ook de koppelingsplaat draaien. Je slipt als het ware in de koppeling. Dan laat ik de hevel los. Dan wordt alles weer stevig vastgegrepen door de veren. En kunnen we dus de kracht van de krukas via de koppeling overbrengen op de versnellingsbak. Dan zal ik nu even laten zien hoe de kickstarter werkt. Ik heb hier de kickstarter vast met mijn rechterhand. Het is moeilijk te zien, maar hier bevindt zich de kickstarteras onderin de versnellingsbak. En hier zit het kickstarteras tandwiel. Op het moment dat ik de kickstarter intrap, dan zie je het tandwiel bewegen. Het tandwiel grijpt dan in op van de kickstarter. Die grijpt dus hierin op het tandwiel van de versnellingsbak. En het werkt perfect, voornamelijk in de vrij. Want anders zou natuurlijk je aandrijfas meelopen. Maar nu zie je, als ik aan de aandrijfas draai, dat het tandwiel gewoon blijft staan. Maar het tandwiel brengt wel zijn krachten weer over op de
primaire as van de versnellingsbak, die weer gekoppeld is aan de koppeling en dus uiteindelijk je krukas weer zal aandrijven. Dus op het moment dat je de kickstarter niet intrapt, valt hij ook gewoon weer terug in zijn positie en kan je gewoon je versnellingsbak blijven bedienen. En tot slot ga ik even laten zien een korte instructie hoe de versnellingsbak werkt. Ik heb hier het schakelpookje. Die verbindt eigenlijk met dit armpje de schakelwals, om het zo te zeggen. Aan de schakelwals zitten twee schakelvorken. En die schakelvorken, deze twee, die selecteren eigenlijk welke tandwielen met elkaar in verbinding komen. Ziet er super gaaf uit, vind ik zelf altijd. Dus je trapt eigenlijk gewoon op je schakelpook en je ziet gewoon de schakelvorken heen en weer bewegen en dus de versnellingsbak tandwielen een positie geven. Even terug, heen en weer. Het gaat een beetje lastig wanneer je blok niet in beweging is. De versnellingsbak schakelt altijd beter op het moment dat je motor draait. En zelfs ook beter wanneer je aandrijft tandwiel draait. Dus nu zie je eigenlijk alle verschillende posities die de schakelvorken ten opzichte van elkaar kunnen hebben. Dan nog even een laatste shot van de oliepeilstok. Je kunt hem hier heel mooi in het blok zien zitten. Je ziet ook dat hij hier in het karten valt en dus onderin je blok het olieniveau meet. Pijlstokje maak je normaal gesproken even schoon met een doekje. Wat je doet, je dipt hem zonder te schroeven en dan controleer je het oliepeil. Dus dippen, kijken en weer terugdraaien. Het is dus niet de bedoeling dat je helemaal je pijlstok erin draait en dan gaat kijken wat het oliepeil is. Want dan heb je eigenlijk altijd te weinig olie in je blok. Bij de auto zijn we allemaal gewend dat we hem helemaal erin doen en dan controleren. Maar bij de Honda 4-takblokken is het gewoon een kwestie van erbovenop leggen op het schroefdraad, kijken en klaar.